Daily Minutes nummer 1561 met een uitzending voor vandaag, 28 februari 2019. Dit is het bulletin van donderdag. De data van vandaag bestaat uit het RSGB-nieuws van afgelopen weekend en dat in PSK 63R met 10 carriers. Het schakelt automatisch. Het is misschien deze mode traag genoeg om het te kunnen meelezen, maar misschien moet ik nog wat langzamer. Ik ben vandaag opnieuw laat. Ik vul de uitzending daarom aan met een aflevering van de Daily Minutes van een jaar geleden. Dat is misschien wel grappig. Dat was dus nog op PI2NOS. Ik was toen bezig met een serie over repeatertechniek uit te zenden. Op 28 februari vorig jaar had ik geen uitzending. Die heb ik toen overgeslagen. Vandaar dat ik die van 26 februari uitzend. Ik ben trouwens de afgelopen dagen geregeld laat. En dat is vanwege een huishoudelijk probleem. Namelijk het probleem katten. Ik trap er elke keer opnieuw in. Ze hebben ruzie, maar ze gedragen zich vervolgens eind van de middag. Oh, zo lief. En dan denk ik, het gaat wel. En dan net als ik mijn tijd voor de uitzendingen echt nodig heb, dan breekt er aan de andere kant van mijn deur een soort kattenoorlog uit. Waarbij de plukken haren door de lucht vliegen. Regelmatig kost het me dan 10 tot 15 minuten om de rust te herstellen. De katten van elkaar te scheiden. Of op zijn minst er eentje in de kladden te grijpen om de boel te de-escaleren. Nou ja, ik verspreek me lekker. Het gaat vanmiddag al niet anders. Ik zal ze vanaf morgen preventief van elkaar scheiden rond dit moment. Dat geeft vast een hoop rust, zowel voor mij als voor de katten. Eén voor één zijn ze hartstikke lief, die beesten trouwens, maar ze zijn stikjaloers op elkaar. En Roderick die probeert voortdurend de autoriteit van Martine over te nemen. Die zelf helemaal niet geïnteresseerd is om de dominante alfa persoon in dit huis te zijn. Maar hij denkt van wel en hij handelt niet anders. Even kijken, ik heb ook nog twee nieuwsberichten. De NRL die meldt op haar website dat de Amerikaanse FCC op zoek is naar nieuw personeel, waaronder één of meerdere opsporingsambtenaren. In de afgelopen jaren is het personeelsbestand van de FCC alleen maar uitgekleed tot op het niveau waarbij de amateurvereniging aanbood om zelf regiokantoren op te zetten die de klachten door amateurs alvast voorbehandelen en die alleen de belangrijkste klachten naar de FCC doorsluizen. Hiervoor was uiteindelijk een wetswijziging nodig, want toen ze aan de gang waren, toen bleek dat het helemaal niet mocht. Op deze manier vrijwilligerswerk doen, daar was de Amerikaanse overheid een paar jaar geleden dus helemaal niet op voorbereid. Een groep amateurs in Oostenrijk die zijn van plan om de techniek voor mobiele data LTE in de amateurbanden te gaan gebruiken. De groep is van plan om dit met open source software voor LTE te realiseren die ze deels zelf willen gaan ontwikkelen. Het is niet helemaal nieuw het idee. Ik weet dat er rond 2008 of 2010 in Duitsland een groep was die boven in de 70 centimeter band actief waren met GSM. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1229 met een uitzending voor vandaag 26 februari 2018. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag in de uitzending deel 16 van de serie over repeatertechniek. Deel 16 dus van de serie over repeatertechniek. Ik was in de vorige aflevering gebleven bij het initiatief voor de eerste ATV-repeater in Nederland. Ik moet zeggen dat ik zelf het project schromelijk had onderschat. Uiteindelijk is het project door de twee grootste gangmakers uit het eerste groepje samen met iemand anders voortgezet. Ik kan vertellen dat ik er toen niet meer bij was. Inmiddels was het 1 of 2 jaren later. Ik ging het zelf bouwen van apparatuur als betaald werk doen en ik woonde zelf het grootste deel van de tijd bij mijn toenmalige vriendin in Nijmegen. In de jaren daarna was ik nog nauwelijks met de zendhobby bezig. De ATV-repeater die uit dit initiatief voortvloeide kwam dankzij de inzet van enkele andere mensen dan mijzelf dus toch nog gewoon in de lucht. ATV-repeaters zijn iets heel anders dan FM-repeaters. Ik stipte dat eerder ook al aan. En dat geldt voor een groot deel ook voor de mensen die zich daarmee bezighouden. In de eerste periode dacht ik zelf aan een repeater met AM, maar op 23 centimeter en hoger waar veel ruimte is, werd rond die tijd veelvuldig naar FM-ATV overgeschakeld, omdat dat goed werkt, eenvoudig te bouwen is en repeaters met AM kunnen soms vervelende problemen geven. Dat uitzenden met AM is echter wel een goed voorbeeld om op eenvoudige wijze iets over de techniek te vertellen. Daarbij is AM-televisie geen AM zoals je bij spraak tegenkomt, maar de verschillen die zal ik je een stukje hierna uitleggen. AM-gemodelleerde televisie, zoals in de ether uitgezonden televisie meestal was, dat was niet gewoon in AM uitgezonden televisie. Overigens kun je wel gewoon in AM-televisie uitzenden, bijna precies zoals dat bij audio gaat. Het video voor een analoog televisiesignaal is ook niet zo heel veel anders dan het audio voor een audio-AM-zender. Er is echter wel een groot verschil. Audio is 3 of hooguit 20 kHz breed en video is 5 MHz breed.
Als je, zoals in de jaren 80 toen ik met amateurtelevisie begon, nog wel gebeurde, op die manier uitzond, was je signaal dus 2 keer 5 MHz, dat wil zeggen 10 MHz breed. Dat wil dus ook zeggen de gehele 70 cm band vol met video, al zit niet op alle frequenties evenveel zendvermogen. Op 70 cm is er dan geen plek meer voor het geluid. Dat geluid zou buiten de amateurband terechtkomen. Er is nog wel iets waar je bij video aan moet denken. Video bestaat niet uit mooie sinussen. Bovendien is het een samengesteld signaal, een composiet videosignaal, dat uit meerdere signalen dus bestaat. Om de modulatie goed te laten slagen, moet je daarvoor ervoor zorgen dat je dat signaal voor gelijkstroom zeg maar vastprikt op een bepaald niveau. Dat principe dat wordt clamping genoemd. De schakeling daarvoor is overigens erg eenvoudig. Zo'n televisiesignaal, daar zit heel veel in. Naarmate de periode waarin analoge tv gebruikt werd vorderde, werd er ook steeds meer aan toegevoegd. Ik zal niet te diep op de technische details ingaan, maar om te beginnen bevat zo'n signaal natuurlijk beeldinformatie. Die informatie die is in zwart-wit. Het zwart-wit video met een hoge spanning voor wit en een lage spanning voor zwart, dat is overigens niet bij elk systeem hetzelfde, dat begint boven een bepaald spanningsniveau. Om nog even in herinnering te roepen hoe zo'n ouderwetse televisie werkt, het beeld werd daar geschreven op een beeldbuis door een punt die in regels van links naar rechts en per regel van boven naar beneden over die beeldbuis heen bewoog. Dat ging zo snel dat je ogen dat niet konden volgen en zo zag je een verlicht vlak, terwijl eigenlijk een punt als een gek over dat scherm bewoog. Het scherm lichtte ook al een beetje na wat het effect voor het oog versterkte. Die punt die tekende door op de juiste plekken licht en donker te worden het plaatje dat je op het beeld zag. Die helderheid van de punt op een bepaald moment werd dus als amplitude modulatie op de zender gemoduleerd. Dat is dus de eerste informatie die werd uitgezonden. Natuurlijk is het belangrijk wanneer een regel begint en ook wanneer een nieuw beeld begint. Daarom is er tussen de regels en tussen de hele beelden in een korte tijd gereserveerd waarin niets wordt uitgezonden. Er wordt dan een tint zwart uitgezonden die zwarter is dan het in het beeld ooit voorkomt, om te voorkomen dat die punt op een zichtbare manier over de beeldbuis schiet, terwijl hij snel teruggaat of naar het begin van de regel of naar de linkerbovenhoek van het beeld. Die kleur, die meer dan zwarte kleur, die wordt wel ultrazwart genoemd. In het signaal zoals ik nu heb omschreven, weet de punt echter nog niet wanneer hij aan een regel of aan een nieuw beeld moet beginnen. Om dit tijdstip aan te geven, wordt er tijdens het ultrazwart, dus dat gedeelte waarin niets wordt uitgezonden, een scherpe impuls gegeven die nog verder omlaag gaat dan het ultrazwart zelf. Een korte impuls is dat voor het begin van een nieuwe regel en een lange impuls voor het begin van een nieuw beeld. Deze impulsen die worden het synchronisatiesignaal van het beeld genoemd. Je hebt dus nu de beeldinhoud in zwart-wit en een tweede signaal, de synchronisatie. Die beide signalen, het beeld dus en de synchronisatie, die wisselen elkaar af in de tijd. De impulsen voor de synchronisatie die zitten in het ultrazwarte deel als het punt terug naar het begin gaat en ze zitten elkaar dus niet in de weg. Er gebeurt overigens nog iets. De even en de oneven beeldlijnen die worden afwisselend geschreven. Dus eerst het zogenaamde halfbeeld met de oneven beeldlijnen en dan daartussenin een ander halfbeeld met de even lijnen en dan weer de oneven enzovoort. Zou die afwisseling tussen even en oneven lijnen bij 25 beelden per seconde niet doen, dan zouden alle bewegingen op het scherm door de kijker als schokkerig worden ervaren. Er moet overigens nog iets worden uitgezonden om er een volledig tv-signaal van te maken, het geluid. Hiervoor wordt een aparte draaggolf gebruikt. In het systeem dat vroeger in Nederland gebruikt werd, zat die draaggolf 5,5 MHz hoger in frequentie dan de draaggolf waarop het video wordt gemoduleerd. Het video loopt dus van 0 tot 5 MHz, zoals ik al zei, en een stuk daarboven de geluidsdraaggolf dus. Die draaggolf wordt precies als bij een monozender op de FM-band gemoduleerd in breedband FM. In het volgende deel van deze serie beschrijf ik nog enkele signalen die in de loop der jaren aan het televisiesignaal werden toegevoegd, ook weer zonder al te diep op de techniek in te gaan. Al deze signalen die liepen dus in het video door elkaar heen, elk in hun eigen tijdvakje, zoals bij de synchronisatie, of op een eigen frequentie binnen dat signaal, zoals met het geluid. Daar is heel wat onderzoek aan vooraf gegaan. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. In het vervolg ben ik naast PI2NOS naar de uitzending ook QRV op PI3XDV. Op Echolink is dat PI3XDV-L.
Als het via NOS niet werkt, of als het te druk is, dat gebeurt soms, dan ben ik wel te bereiken via PI3XTV. In de regio Amersfoort is dat op 144.875, zonder shift en zonder CTCSS, en daarnaast op Echolink. Je kunt PI3XTV tevens beluisteren via de web-SDR van de Stichting Scope in Hilversum. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de Stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Heb jij nog wat gekocht op de Radio Vlooienmarkt? Nee. Was er niet veel aan? Het was vooral druk. Maar waarom heb je niks gekocht dan? Nou, ik heb bijna de hele middag naar PA0ETE lopen zoeken. Nou hoor ik achteraf dat hij er niet was. Weet je wie er ook niet was? Nou? PD0AC. Die van de website van de Chinese bakkies. Lekker belangrijk. Willem, Alexander en Marco Borsato, die waren er ook niet. Ja, maar DJ Sven wel. En die had ook wel wat gekocht. Een porto voor die star. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Wat een smerige piraten. Wat een ongewassen zeroovers, zou Dirk P-E-1-I-H-I zeggen. Ja, inderdaad.
En microfoon naar retour.